Ik weet niet wat dit is, ergens in een laan. Ja. Ja. Oké, okay, dit is niet iets waar je dagelijks naar kijkt. Nee. Wat wil je? Ja, de prijs, de Louis d'Or. De Louis d'Or. De Louis d'Or. Hij is niet van goud. Nee. Wat pak je me nou? Is het als die van goud zou zijn, zou ik hem meteen om, want dat ding is best zwaar. Wat is er nou? Dit is toch de Louis d'Or? Weet je waarvoor die staat? Ja? Van de huidige generatie is het alleen Jacob die hem twee keer heeft gewonnen. Nee, Pierre Bokma, oh, Peter Faber, Bert Lubbers, Hans Kesting. Je speelt echt allemaal. Als jullie gaat altijd over het verhaal, je bent altijd jezelf. Je speelt nooit een rol eigenlijk. Ik denk altijd, oké, dat je Bart Weemans moet gebruiken. Ik ben Vincent. Oh shit, ik dacht dat jij Bart was. Nee. Vind jij dat je vaak hetzelfde doen? Ik denk wel dat je uit je eigen comfortzone moet treden. Huilen. Ik vind het heel goedkoop altijd, maar ja, mensen trappen erin. Of heel goed gehandicapt spelen, daar houden ze ook van natuurlijk. Of dikker worden. Ben jij wel eens aangekomen voor een rol? Nee. Ja, jij wel, zeker voor deze rol. Dat vind ik heel goed van je, dat je zo durft aan te komen. Gewoon uit die comfortzone. Zullen we even een stukje doen? Kijken of jij mij nog een tipje kan geven? Tuurlijk, ja. Mijn toespraak heeft opzien gebaard. Ik denk wel dat inderdaad dat je nog echt veel dikker moet zijn. Ja, misschien dat ik als ik mijn blouse in mijn broek doe, dat je het ook beter ziet. Ja, zeg zo. Ik denk dat je het langzaam moet opbouwen en dat je erin moet schieten. Ik vind het niet zo Hitler. Mijn toespraak! Nee, we hoeven niet met een Duits accent. Oh. Ik vind het heel erg dronken. Nee, laat het niet. Nee. Ik hoop dat je hem krijgt. Ja? Ja, ik hoop het echt. Dankjewel, Gijs. Timmer.